beste aanwezigen, welkom op de dag van de verontwaardiging. Een speciaal welkom voor de stakers van de Advocabo die strijden voor behoud van ons openbaar vervoer. En ook een speciaal welkom voor de schoonmakers die al 45 dagen staken tegen hoge werkdruk en voor werkgelegenheid. Jullie strijd is ook onze strijd. En alleen al een samenkomst van stakers en een nieuwe generatie actievoerders, van occupiers, van kunstenaars, van verontruste ouders en vele meer die de afgelopen periode in beweging zijn gekomen, maakt deze dag tot een succes. Precies die bundeling van krachten is wat wij nodig hebben. Want dit systeem is ziek. En aan een ziek systeem moet er zand in de machine. Moeten de raderen tot stilstand komen. En dat kunnen we alleen als we samen sterk staan. Dat is waarom we hier bijeen zijn. Omdat wij, net zoals anderen over de hele wereld, van Cairo tot New York, niet meer aan de zijlijn willen staan, terwijl alles wat ons en onze toekomstige generaties lief is, wordt afgebroken. Terwijl er met miljoenen banken worden gered en bibliotheken en brandweerkazernes gesloten moeten worden. Terwijl de villa-subsidie in stand wordt gehouden, terwijl sociale huurders 120 euro extra per maand moeten kopen. 120 euro extra per maand moeten kopen! Terwijl er wel geld is voor een joint strike fighter en een oorlog in Afghanistan, maar er wordt bezuinigd op psychiatrische hulp, op het PGB, op cultuur, op natuur. Ze zeggen dat deze waanzin onvermijdelijk is. Dat er nou eenmaal bezuinigd moet worden. Dat er geen alternatieven zijn. Ze vertellen ons dat we ons maar druk moeten maken over moslims, migranten en mensen die niet zouden willen werken. Dit zijn de leugens die we door moeten prikken. Bezuinigingen zijn niet onvermijdelijk. Als de Occupy-beweging de wereld één ding heeft verteld, dan is dat het probleem niet de machtelozen zijn, maar de machtigen van deze wereld. Degenen die zo rijk zijn dat ze wetgeving kunnen kopen. Degenen die de democratie uit kunnen zetten, zodra ze dat willen. Kijk naar wat er in Griekenland gebeurt. Dat is de kant die het opgaat. Want als het ertoe doet, dan duldt de 1% geen inspraak. Dan zijn grondrechten opeens een blok aan hun been. Want zij weten dat als er echte democratie zou zijn, dan zou hun positie, hun macht, hun rijkdom ter discussie komen te staan. Want er zijn wel degelijk alternatieven. Nederland is 134.000 miljonairs rijk. Of eigenlijk arm. Want zij zijn rijk omdat er armoede is. Die miljonairs hebben samen een vermogen, een geschat vermogen van 450 miljard. 1% vermogensbelasting zou ervoor zorgen dat alle bezuinigingen die nu door de gemeentes worden uitgevoerd en in de komende jaren op de sociale werkplaats, op het openbaar vervoer, op alles niet door zouden hoeven te gaan. 1% belasting op de 1% zou dat al mogelijk maken. Wat nou geen alternatieven? En dan hebben we het nog niet over de 16 miljard die bedrijven jaarlijks aan belasting ontduiken. Of over de hypotheekrenteaftrek voor huizen boven de 5 ton. Er zijn zat alternatieven. Maar de 1% zit op een tegengestelde koers. Ze zijn vastberaden om de rekening van deze crisis bij gewone mensen neer te leggen. En alles weg te bezuinigen dat geen winst maakt. De vraag is nu, gaan wij dat accepteren? Nee! En dus gaan wij de strijd aan. Ja! Mensen, één ding is zeker. We gaan de afbraak niet stoppen. We gaan deze wereld niet veranderen. Als wij er niet in slagen om onze krachten te bundelen en onszelf te organiseren. Dat is waarom we hier vandaag staan. Dus leer elkaar kennen, maak plezier, maar maak ook plannen. Sla de handen ineen. Wij zijn de 99%. We hebben nog een hele lange weg te gaan, maar samen staan we sterk. Sloop dit kabinet, bundel het verzet.